Het aantal besmettingen op Aruba is in de afgelopen 24 uur met 9 gestegen naar 28 gevallen. Als gevolg van de snelle stijging heeft de regering maatregelen genomen en mag de hele bevolking vanaf zondagochtend het huis niet meer verlaten. Dat heeft minister-president Evelien Weaver-Kroes van Aruba aangekondigd. Het gaat om een systeem van shelter in place, waarbij mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Ze mogen nog wel boodschappen doen voor voedsel en medicijnen en eventueel buiten sporten. De Extra opent met het bericht dat er gisteren 9 winkels zijn gesloten die na 8 uur 's avonds nog open waren. Het hoofd van het inspectieteam van het ministerie van Economische Zaken, Ronnie Cornelis, had eerder al aangekondigd dat er op Curaçao streng zal worden gecontroleerd op de nieuwe sluitingstijden. In totaal werden gisteravond 9 winkels gecontroleerd. Dat gebeurde niet alleen op de openingstijden, maar ook op vergunningen en hygiëne. Gisteren werd bekend dat op Curaçao in totaal 7 mensen zijn besmet met het coronavirus. Zoals bekend is 1 daarvan overleden en zijn 2 daarvan hersteld. In totaal gaat het dus nog om 4 besmettingen. De laatste besmetting is van een persoon die werkzaam is bij het ADC-laboratorium. ADC heeft al bekendgemaakt dat de man niet in contact is geweest met patiënten in het ziekenhuis. En verder zit hij al vanaf maandag thuis nadat hij verkouden was geworden. Inwoners van Bonaire die terug willen keren naar het eiland mogen dat doen, maar onder voorwaarden. In totaal 225 ingezetenen van het eiland die nu in Nederland of in het buitenland zijn gestrand, hebben zich de afgelopen dagen gemeld met het verzoek terug te mogen keren. Zoals bekend zijn op Bonaire nog steeds maar 0 coronabesmettingen. In overleg met het RIVM is afgesproken dat de bewoners in fases terug mogen keren, maar iedereen die terugkeert moet in verplichte quarantaine op het eiland en zal bewaakt worden opgevangen. Dat heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland bekendgemaakt.